Mijn naam is Edwin Winkel en ik ben als bijzonder hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Groningen, UMCG. En daar heb ik een leerstoel als in de speciale paratologie en met name als zwaartepunt de halitose. En die leerstoel die is ingesteld door de Nederlandse Vereniging voor Paratologie. Daarnaast ben ik ook werkzaam op de Kliniek voor Paratologie in Amsterdam. En een van mijn drijfveren is om het taboe van slechte adem te doorbreken en iedereen een frisse adem te geven. Nou, en daar wil ik nou voor de tandartspraktijk een aantal tips geven. Ik zal er 3 geven. De eerste tip is, ga eens kijken in je praktijk wie er eigenlijk misschien wel uit zijn mond ruikt. Heeft iedereen wel een frisse adem? Zo niet, bespreek het met diegene, zodat diegene er ook wat aan kan doen. De andere tip is dat je in de vragenlijst, de anamneselijst aan de patiënt, vragen stelt over, heb je een slechte adem, heb je een vieze smaak bijvoorbeeld. En dat je op die manier in ieder geval bespreekbaar maakt of iemand wel of niet een slechte adem heeft. Want die patiënt weet niet dat jij er wat van weet en dat je ook in staat bent om te behandelen. En als je het niet vraagt aan de patiënt, dan weet jij niet dat de patiënt daadwerkelijk een slechte adem heeft. Dus op die manier kan je dat bespreekbaar krijgen. De derde tip is dat je goed kijkt natuurlijk altijd als iemand daarover klaagt naar het parodontium. En ook naar de tong. Heeft iemand wel of geen tongcoating? Kijk, als hij parodontitis heeft, is het natuurlijk makkelijk te behandelen. Dat weten we allemaal. Maar wat we vergeten met z'n allen is dat je de tong daadwerkelijk ook schoon kan maken. Gewoon met een tongschraper, zoals deze. Waarom doen we dat niet met z'n allen? Dat we patiënten instrueren voor het reinigen van de tong. Nou, mocht je nou een patiënt hebben met slechte adem en je wil in de praktijk toch kijken van nou, waar komt het nou vandaan, heb ik een fantastische truc. Je vraagt aan de patiënt, ga een minuutje even de mond dicht houden. Na een minuutje ga jij ruiken aan de patiënt zijn neus, die moet blazen. Daarna even wachten en dan laat je de patiënt uitblazen in je gezicht. Nou, als alleen de neus ruikt, dan heb je een KNO-probleem. Mocht het zo zijn dat zowel de neus ruikt als de mond, dan heb je een probleem vanuit de longen. En dat noemen wij ook wel eens bloodborne halitose. Dat is echt een heel vervelend probleem. En misschien moet dan de patiënt wel naar interne geneeskunde. Maar wat het vaakst voorkomt, is dat de patiënt niet uit de neus ruikt, maar wel uit de mond. En dan is het ons pakje aan. En wij moeten die patiënt dan gaan behandelen. Nou, mocht je er nou niet goed uitkomen bij zo'n patiënt, stuur dan zo'n patiënt in naar een speciaal spreekuur. Wij hebben op het UMCG in Groningen speciale apparatuur, zoals hier. Amsterdam hebben we op de Kliniek voor Paratologie speciale apparatuur. En dan kunnen we heel goed kijken wat voor gassen een rol spelen. En dan weten we echt precies waar het vandaan komt. Alsjeblieft, help om het taboe van slechte adem te doorbreken. En geef iedereen een frisse adem. Ik kan je zeggen, je hebt nog nooit in de praktijk iemand zo blij gemaakt.